Benny! Zet mijn trein! Goedemiddag. Benny van Geerbrugge, politie Gent. Tot uw dienst. Het is nu 17:45 en we staan hier op de Dampoort, ter hoogte van de Dampoortstraat. Eigenlijk dat u kunt zien achter mij, dat is hier niet opgelost. Hè. Dat is werkelijk huilen met de pet op. Op het stadhuis weten ze dat ook. Hè. Onze schepen van mobiliteit, Karine Temmerman, kennen ze. Bel ze mij van de week, ze zat mijn handen naar haar. Zeg ze, Benny, wat moeten we daarmee doen met die Dampoort? En ik zeg, Karine, verleg dat, die ring. Hè. Weg ermee, breng dat naar de Afrikalaan. En zo terug naar de kastelen, en dat gaat fantastisch zijn. Je legt hier wat bootjes in het water, je kuist dat hier weer op. Hè. Een terrasje of twee, drie, dat de mensen iets kunnen drinken. De Dampoortstraat, zou dat geen fantastische speelstraat kunnen zijn? In de zomer, dat zou ongelooflijk zijn. We maken er, zeg tegen haar, een WRZ van. Hè? Een woon- en recreatiezone. Zeg ze, Benny, dat is een ongelooflijk goed gedacht. Ja, ze ging het gebied oppakken in haar VLP voor 2007. Haar verkeersleefbaarheidsplan. Ja, dat is geen dwaas, hè, Karine. Ze weet wat ze moet zijn voor goede raad. Bij de man in de straat, hè, of eerder gezegd de blauwe man in de straat, bij haar goede vriend Benny van Heerbrugge. Ik ben altijd in de weer om de mensen te helpen. Ik ken hier iedereen en dat is fantastisch als je iemand met raad en daad kunt bijstaan en een beetje vriendelijk kunt zijn. De mensen appreciëren dat. Dat is een volle lijn, hè? Hé, hey, dat is een volle lijn. Je moet niet zwaaien, je moet stoppen. Godverdomme, jij dat thuis ook? Heeft het niet? Dat is hier een serieus knooppunt. Enfin, en dan we kunnen afronden hier. Ik heb nog veel werk. Kent ze, Karine? Dat is snel, hè? Ik vind van wel, hè niet? Kennen ze niet, ze kan mij krijgen. Allee!